Julian Lelieveld. Dan lijkt het toch maar weer op dat je zomaar in de basis staat, hè, bij Vitesse? Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja. Meer kan ik er niet van maken. Want hoe is dat voor jou? Ja, het is toch mooi, daarvoor ben je wel teruggekomen om te spelen. Difficult opponent for everyone in the league, because I think Boadou, Stanks en Idrissi, maybe one of the best attacking group in the league. And yes, we lost Thiel, very important player, but we bought two another players, including De Wit, very big and talented players, and we took Klassi. And I think if we try to compare as a last season and this season, maybe this season a little bit better, because we try to compensate Thiel to another players, and Boadou now come back, because almost all season, previous season, he was injured. Vorig jaar een geweldig seizoen gehad bij de Eagles, verkozen tot beste speler. En dan kom je hier terug en dan moet je weer op de bank zitten. Hoe kwam dat bij jou aan? Ja, nou ja, het was wel een beetje, als Kara bleef, dan was het wel in de lijn der verwachtingen dat hij zou blijven spelen. Dus ja, op zich, ja, zolang Kara was gebleven, had ik daar wel rekening mee. Heb je niet gedacht van Peksolle had interesse van ik wil weg? Nou ja. Het is wel een goed moment voor mij om te gaan spelen, dus ja, ik heb er wel over nagedacht natuurlijk, maar ja, het is gewoon belangrijk voor mij om te gaan spelen en als dat hier is, is dat alleen maar mooi. Waarom ben je dan toch gebleven? Ja, omdat ik denk dat ik hier ook kan gaan spelen. Heb Vitesse niet tegen jou gezegd van je mag niet weg? Ja, dat speelt ook wel mee. Ja. It's only 3 days before the closing of the transfer window. What do you expect, our incoming or outgoing transfers? No, for me more important what everyone stay in the team. For me this is target number one. And if you ask me about ideal situation, yes, it's nobody go out. And maybe I'm not sure, maybe maximum one player moving. A central defender or left back? I don't want to speak about transfers, because this is only prediction and transfer way like. Okay, but you can say what you need. No, we are looking for attacking player, because after Gonk injury and Mosonde has very difficult situation with his knee. We don't have a lot of players like on the winger position. For me, which is maybe more important position right now. Ja, ik heb een jaar lang bij Go Ahead gespeeld, niet om daarna een jaar bij Vitesse op de bank te spelen. Dus dan ga ik er wel vanuit dat ik er klaar voor ben.